green. En dan jouw sol, hè? Nou, lang leven onze nieuwe yellow koningin! Je bent de nieuwe koningin van de gele hesjes! Yellow Maxima! Maar die weggelopen is. 13 jaar heeft al een verschillende instellingen gezeten. Ja, dat ziet niks, hè. Lekker op de terrasjes. Yellow Queen Maxima! Wat op! Geniet maar! Nou, alleen zat je keek 2 jaar geleden ook wel aan je composer te met mijn zoon. En nu is mijn zoon weg. Solen. Je hoort het. Dit is chronisch. Ja. Dat kan we ook niet gaan ontkennen, hè? Nikola Tesla. Vrije energie. En het koningshuis is hartstikke blij, want Willem-Alexander lacht wel, want jullie zijn te gaan. Draag maar wat bij, maar ondertussen hebben ze geld zat. Wij hebben niks meer. Ze hebben alles. Ze krijgen alles. Alles van het volk, want het volk doet braaf. We gehoorzamen Willem. No way. Het wordt tijd dat het eens een keer afgelopen wordt, dat die prijzen omhoog gaan. Maar naar beneden. Alles moet betaalbaar blijven. Zo krijg je klanten in je winkel. He? Intertoys verdwijnt. Arme kinderen kunnen straks geen speelgoed meer kopen. Gelukkig zijn er nog een paar intertoys open gebleven. Maar hoe lang houden ze dat vol? Dat gaat niet goed. En dan kan de baas van die speelgoedwinkel wel zeggen van... Het ligt niet aan Rutte. Maar Rutte had ook een steentje bij kunnen dragen. Om die winkels open te houden. Nee, laat maar lekker dicht gaan. Het ziekenhuis hebben we allemaal nodig. Want we hebben allemaal wel eens iets. Dan moet je daar toch ook kunnen? Nee, die gaan dicht. Nee, waar moet ik dan heen? Ik kan nergens heen. Totdat ik op de grond val en geen stap meer kan doen door de pijn. Er zijn ziekenhuizen om ons te redden. Om onze levens te redden. Maar die levens worden afgepakt door de regering. Maar zie dat nou eens. Open de ogen. Zie wat er gebeurt. Mensen worden allemaal in aparte hokjes gedouwd. Niemand heeft meer een eigen vrijheid. Die vrijheid is straks weg. En waarom? Omdat we links of rechts kiezen. Fout. Kies een middenweg. Help elkaar. Houd de ziekenhuizen open. Zorg dat de huren naar beneden gaan. Dat iedereen een goede baan kan hebben. En dat gezinnen en kinderen gelukkig kunnen leven. Met een goede toekomst. Studerende kinderen van school afkomen. Willen toch ook een baan hebben? In plaats van dat ze gedwongen worden om vakken te vullen bij de Albert Heijn, wat ik laatst gehoord heb. En als je dat dan niet doet, dan word je bedreigd. Door die meneer Dijkhoff hier, met zijn mooie praatjes. Ik zou jou eens moeten bedreigen, meneer Dijkhoff, maar wat gebeurt er? Dan word ik gelijk in de boeien geslagen. He, jij mag dat allemaal wel zeggen. Van, zo, we gaan je lekker jouw uitkering inkorten. Zo help je de mensen toch niet? Een regering moet de mensen juist helpen dat er geld voor ze is. En dan kan een jongen wel termen zeggen, ja, maar je moet ook een bijdrage aan het koningshuis doen. Wie zegt er dat ik dat moet? Dat moet vrijwillig gaan. Als ik nee zeg tegen het koningshuis, ik geef jullie geen cent, want jullie hebben genoeg, dan is het ook nee. En dan moeten ze niet gaan zeggen van, u moet meewerken. Ik moet helemaal niks. Het is mijn geld, wat ik verdien. Ik werk er toch voor. Koning Willem-Alexander, die zit lekker zo, hè? Met een drankje en een pilsje en een rookje. En ik mag weer van, pauze is voorbij, u mag weer aan het werk. En dan mag ik weer alle kastanjes uit het vuur halen. Ik vind dat niet erg, maar dan wil ik er wel meer geld voor krijgen en dat krijg ik dus niet. Ik ben wel tevreden met de kleine dingen die ik heb, maar eerlijkheid duurt het langst. Ik moet betaald worden naar dat vermogen wat ik presteer. En dat gebeurt niet. En dan denkt die meneer Willem-Alexander, die Johnny betaalt wel, de Belastingdienst ook. Ah, dat komt wel goed. En dan moet ik horen, zijn reisjes worden steeds duurder. Dus hups, pluk het volk maar weer leeg. Hup, daar gaat mijn spaarpot. Die gaat ook al leeg. Ik mag niks meer achterhouden. Alles inleveren bij het koningshuis. En die Maxima, die hoor ik dan nog zeggen. Ja, alles mag. En dan hoor ik haar dochter nog eens. Ja, ik krijg een dikke vette uitkering. En al die mensen die heel weinig hebben aan een uitkering, die zitten gewoon bij mij te werken. Zielig in te pakken. Terwijl ze veel meer kunnen. En op een gegeven moment zegt die chef van mij, ja, maar ze moeten ergens anders een baan gaan zoeken. Ze moeten weer solliciteren. Solliciteren. Dat is het enige wat ze moeten doen in hun leven. Solliciteren. En er is geen werk.
Hoe wij nou solliciteren? Want dan denk ik van, wat is dat voor minister? Een normale minister moet toch weten van, oh, er is geen werk, ik zorg voor werk. Ik zorg voor bedrijven. Nee, we zijn allemaal afhankelijk van de overheid en de politiek. Zo kan je toch geen eigen bedrijf beginnen? Dan heb je gewoon niks. Ik zou zo een eigen bedrijf willen beginnen. Geen enkel probleem. Maar dan moet het wel mogelijk zijn. En de Kamer van Koophandel, die zegt ook van, ja sorry, je moet geld via dat en dat. En toen zeg ik ook tegen mijn baas van, goed, ik wil best een eigen bedrijf beginnen, maar betaalt mijn bedrijf dan de startkosten, het startkapitaal, om een bedrijf op te starten? Vind prima, maar dan gaan hun dat doen. Maar dat willen ze ook niet doen. Ik zeg, goed, dan kan ik ook geen eigen bedrijf beginnen. Ik zou het graag ervoor over hebben, maar dat gaat niet. Door meneer Rutte. Alles door de politiek.